Sherida Spitsen, bij het voetbalveld. Ja, het was een volle dag. Vanochtend hebben we daar getraind op het veld. Je hebt nog genoeg energie voor een interview. Ik heb nog wel energie voor een interview, ja. Spitsen, raak, raak. Hoe ben je erop gekomen om voetbalster te worden? Ja, dat was van jongs af aan al, toen ik klein was. Ik speelde altijd al met een bal, maar ik moest eerst mijn zwemdiploma's halen van mijn ouders. Ja. Dus ze zegt, daarna mag je op een sport, mag je sport kiezen. Nou, toen was ik 5, 6 jaar oud. Nou ja, toen zei ik wil op voetbal. Waren er al meisjesteams bijvoorbeeld, of hoe ging dat? Nee, er waren geen meisjesteams. Dus ik kwam tussen de jongens. Ja, dus ik was het enige meisje binnen de club. En als je nu kijkt hoeveel meidenteams er zijn, zijn het echt best wel veel. En dat vind ik wel mooi om te zien. De tegenstanders waren altijd wel een beetje van, er zit een meisje in. Wat zijn ze dan? Nee, op zich wel positief. Maar ze dachten, nou, maar zit een meisje in, weet je wel. Dan gaat het altijd een beetje zo, de jongens onder elkaar. Maar toen ik begon met de wedstrijd spelen, toen praatten ze wel anders. Hallo, wat is jouw lievelingsclub? Mijn is Ajax. Wat is mijn lievelingsclub? Ajax. Spitsen, die kan schieten. Spitsen, oh, schitterende knal. En het is niet dat ze je gedwongen hebben om nu Ajax te zeggen? Nee, zeker niet. Dit is echt dat ik dit al van kleins af aan heb, hoor. Wat is jouw specialiteit in voetbal? Dat is denk ik wel mijn trap, die ik in mijn rechterbeen heb, voornamelijk. En ook de vrije trappen, toch? Jij moet die altijd nemen. Dat is wel een soort van specialiteit. Hoe zorg je er nou voor dat je dan... Want je kunt ze ook heel erg precies op de goede plek. Nou ja, vroeger heb ik wel heel veel tegen een muurtje aangetrapt met een bal. Dus niet van die zachte balletjes, wel harde passes tegen de muur, dat je ze terugkrijgt en dan vervolgens weer een aanname hebt. Ja, zo heb ik wel veel, zeg maar, getraind. En mijn vraag aan jou is, aan welke kant van het doel mik je? Als het bijvoorbeeld een penalty of zo is, als ik het even een makkelijk voorbeeld kan noemen, dan doe ik het meestal links. Maar het kan ook zomaar rechts zijn. Ja, als er nu keepers zitten te kijken, dan denk ik... Daarom, dus dat is mooi. Dus dan weten ze nog niet waar ze aan toe zijn, toch? Wat is het mooiste doelpunt dat u ooit gemaakt heeft? Ik denk toch wel EK-finale. Spitsen. De langs en erin! Nou, Sherida, jij bent dé voetballer met de meeste internationale wedstrijden op je naam. Ja. Als je zoekt op Record International... Ja. Ja, ik kreeg heel veel Wesley Sneijder. Bij de mannen is het inderdaad Wesley, klopt. Maar goed, weet je, dat is... Maar jij hebt er meer dan Wesley gespeeld. Ik heb er meer dan Wesley gespeeld, dat klopt. Dus eigenlijk is het Sherida Spitsen. Ja, misschien wel, maar weet je, kijk... het is misschien wel zo, maar... Hoe vind jij dat het verschil er is? Ik denk dat je het ook niet met elkaar eigenlijk moet gaan vergelijken. Want dat doen we heel veel in het voetbal, maar bijna niet in de andere sporten. Dus ja, ik vind dat we dat niet meer moeten doen. Hoe was het voor jou om uit de kast te komen? Want dat betekent dan dat je vertelt dat je op meisjes verliefd wordt? Ja, uiteindelijk struggle je wel ergens mee om het te vertellen. Ja, want is dat lastig? Nou, kijk, ik vond het zelf ook niet heel makkelijk om het te vertellen, om het te zeggen. Maar uiteindelijk, als je het dan hebt gezegd, dan valt er echt wel een last van je schouders. Nu is homoseksualiteit in de voetbalwereld nu best wel hot topic. Er is pas een Australische voetballer geweest die heeft gezegd, ik ben homo. Nou, bij het vrouwenvoetbal gebeurt het wel vaker. Hoe komt het nou, denk jij, dat het zo'n verschil is? Misschien dat ze denken, straks hebben ze een beeld van mij, dit en dit en dit. Maar goed, weet je, als je kijkt naar hoeveel mooie reacties hij heeft gehad, ja, dan zeg je toch alleen maar, je moet gelukkig zijn. Wat wil je worden als je geen voetballer meer bent? Ik denk trainster. Ik heb UEFA B al en ik wil A nog halen, zeg maar. Dat is een diploma of zo? Ja, dat is een diploma. UEFA, ja. Dus dat, ik zou wel trainster willen worden, ja. Ja, hoe lang wil je nog door? Ik wil nog niet, ik denk nog niet aan stoppen, nee. En lekker veel scoren dan? Dat ga ik doen. Dankjewel.